Sander, Carlijn, welkom. We staan hier voor het gebouw van Educatie en jullie leiden leraren op, docenten, opleiders. Welke uitdagingen worden jullie mee geconfronteerd? Ja, wij leiden op voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hele mbo, eigenlijk het hele leven staat voor wel een flinke uitdaging. Het leven verandert eigenlijk steeds sneller en onze mbo-docenten moeten zich daar heel wendbaar in begeven eigenlijk. En, dan heb je ook een andere vorm van leren nodig, denk ik. En nu hebben we ons curriculum en onze vaste roosters in ons programma. En we gaan van les naar les. Maar uiteindelijk is dat niet wat de maatschappij nodig heeft. Dus daar zijn we heel erg naar op zoek. Hoe kunnen we die mbo-docent studenten laten opleiden die straks een baan krijgen in een beroep of in een samenleving die heel snel verandert. En voor die complexe taak staan wij en daar zijn we elke keer ook zelf naar op zoek. Hoe kunnen we dan ook een soort van vrije ruimte bieden in ons curriculum om studenten zelf aanzet te laten zijn? Ja, dat is eigenlijk wat we willen. Een letterlijke en figuurlijke ruimte bieden waarin studenten vragen mogen stellen. Want we komen allebei zelf uit het mbo, jij werkt nog in het mbo. En we weten hoe snel het daar kan gaan, soms letterlijk van les naar les rennen. En dan je nog heel veel dingen afvragen, maar je gaat maar door. En we willen in onze module, maar dat doen we trouwens ook in de PDG, willen we die ruimte bieden om de vragen te stellen. En niet direct met een antwoord te komen, maar samen met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden of ideeën of andere vragen die ervoor zorgen dat we met elkaar verder komen. Een groot deel van de minor, vooral het eerste deel, besteden we aan wie ben jij, wie ben je als persoon en professional, wat is jouw verhaal. We gebruiken de methodiek die jij mooi beschreven hebt in jouw boek, hè? Vanuit ervaringen antwoord vinden. En pas als ze zich daarvan een beeld hebben gevormd, gaan ze nadenken en hoe wil ik nou in die werksituatie mijn ontwikkeling laten zien. En het is echt wonderlijk wat je daar dan van terugkrijgt, vind ik. Ja. Want, je krijgt... Wij weten dat ook niet dan. Nee. En er worden allerlei thema's aangesneden en er wordt in de beroepspraktijk aan allerlei thema's gewerkt. En de een die werkt aan het verbeteren van de examinering en de ander die gaat werken bijvoorbeeld aan loopbaangesprekken. En we gaan heel erg op zoek naar wat studenten graag doen, wat ze goed doen en waar ze moeite voor willen doen. En als je daar op ingaat en zij mogen kiezen in wat hen drijft, En echt kijkt ook naar waarden van studenten. Dus dan zijn we echt wel waardegeoriënteerd bezig. En dan krijg je echt de mooiste uitkomsten. Ja. En ook wel die we zelf nooit hadden verwacht. Dus het is ook wel soms ontzettend mooi om te zien als lerarenopleider dat je thema's terugkrijgt of uitwerkingen terugkrijgt waar je zelf weer heel veel van leert. Dus dan is iedereen lerend. Dus dan ben je de ene keer student en de andere keer ben je weer leraar. Ja. En dat maakt ons werk binnen die minor mbo zo krachtig en mooi. Ja, maar eigenlijk benadrukken we dat ook, want dat doen we ook heel bewust. Dat wij zijn een lerarenopleider en we weten het ook niet. Maar laten we samen op zoek gaan. Ja. En dat hebben we ze ook in het begin van deze minor ook echt verteld. Want als jij van ons verwacht dat wij de antwoorden hebben, die hebben wij ook niet. Maar we hebben wel alle tijd en ruimte om met jou op zoek te gaan. Ja. En dat is denk ik, als je het hebt over jouw rol als lerarenopleider, daarvan hoop ik ook dat ze iets meenemen in hun eigen rol als de van docent. We kunnen nooit alle ontwikkelingen bijhouden, maar wat we wel echt zien als onze taak, of althans wat ik zie als mijn taak, is hen zich daar bewust van laten zijn dat zij opleiden voor een beroep dat zal veranderen, dat al veranderlijk is. Dat ze opleiden in een wereld waarin van alles gebeurt en dat je daarom ook in je klas letterlijk van alles tegen gaat komen. Dus je leidt niet alleen op voor een beroep, maar je leidt op voor het leven. Jullie leiden docenten op voor het mbo, maar jullie zijn ook zelf geen timmerman of metselaar. Maar toch leid je docenten op die straks weer hun studenten opleiden voor dat beroepenveld. Ja. Hoe doe je dat? Door ze een soort structuur aan te bieden voor een ongestructureerde samenleving. En die structuur die bieden we aan door de dialoog aan te gaan, door het gesprek aan te gaan, door eens terug te kijken op wat voor hen betekenisvol is, door ze nieuwe inzichten te laten verwerven en door heel veel samen te werken met de mensen voor wie zij opleiden. Dus ook weer te zoeken naar mensen in hun netwerk waar zij weer veel van kunnen leren. Dus dan ben je zelf als leraar niet degene die het allemaal weet, maar dat je ze weer handvatten geeft om verder te kunnen. En dan
denk ik dat wij ook die volgende stap moeten leren zetten van, maar hoe doe je dat dan? En hoe kom je dan tot een nieuwe keuze, tot een nieuwe plan, tot nieuwe plannen of nieuwe actie, om vervolgens weer tot nieuwe ervaringen en een nieuwe gelaagdheid te komen in het leren. En volgens mij is dat elke keer de klus die wij te klaar hebben. Kan je een voorbeeld geven uit de netwerkplaats? Wie werken daar samen? De netwerkplaats is echt wel een leeromgeving die ooit gestart is naar de vraag of wij mee wilden denken met start-up bedrijven. Die start-up bedrijven die zijn allemaal bezig met hun innovatie. Dus de netwerkplaats is gericht op innovatie, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En dat allemaal bij elkaar. En die leeromgeving die vindt ook plaats op die, of die is ook gevormd eigenlijk in die start-up omgeving. Dus daar zijn bedrijven en die hebben echt iets anders nodig dan wat wij bieden. Dus binnen die netwerkplaats, daar heb je studenten uit het mbo, je hebt studenten uit het hbo, je hebt wo-studenten, maar ook wel kinderen die daar bijvoorbeeld nu leerling zijn op een vmbo-school of op een technasium zitten. En zij worden allemaal betrokken bij die vragen van die startende ondernemers. En dan krijg je eigenlijk een soort van smeltkroes aan leren eigenlijk. En niet zozeer in de zin van dat zij een route moeten volgen die leidt tot een diploma. Maar eigenlijk moeten zij nu op basis van wat hen drijft, of wat ze goed doen, graag doen, of waar ze moeite voor willen doen, of waar hun interessegebied ligt, daar mogen zij op aanhaken. En dan krijg je een soort van, ja, krijg je echt een wondere wereld van mensen die gewoon helemaal niet meer denken in uren, in roosters, in tijden. Maar die gaan maar door om, in dit geval bijvoorbeeld bij de start-up in Ulft zijn ze bezig met zonnepanelen. En om die energie weer terug te krijgen in accu's, zodat ze ook de energie uit het zonnepaneel weer laten kunnen gebruiken. Met dat thema zijn ze echt bezig. Wat vraagt dit van de rol van de opleider? Ja, soms denk ik wel eens bescheidenheid of zo. Dat je gewoon ook gewoon niet weet waar je naartoe gaat. Dan krijg je een soort open einde leeromgeving waarvan we allemaal niet weten waar het naartoe gaat. En zij zetten iets in de markt waarvan zij ook niet weten hoe dat in de markt gaat, hoe zich dat in de markt vertaalt. Dus eigenlijk is het elke keer maar weer stap voor stap gewoon kijken naar wat het gaat bieden. Wat zijn vraagstukken die je heel graag samen met het lectoraat op zou willen pakken? Als pionier sta je soms best wel kwetsbaar in een soort krachtenveld binnen het mbo, binnen het bedrijfsleven. En al die culturen en al die mensen, daar moet je een verbinding in gaan zoeken. En soms weten zij ook helemaal niet waar het naartoe gaat en weet ik het zelf ook helemaal niet. Nee. En de ene keer dan kom ik s'avonds thuis en denk, nu heb ik het ei van Columbus gevonden. En een dag later denk ik, het is echt werkelijk verschrikkelijk waar ik in beland ben. En wat ik heel mooi vind aan de samenwerking met het lectoraat is dat er een soort van gedegen fundament onder dat pionieren komt te liggen. En het was voor mij heel helpend. Dat ik dacht, gelukkig. Dus dit is dan toch een richting die vanuit mijn intuïtie dan toch wordt bevestigd door de literatuur of door andere ervaringen of door ander onderzoek. En daar word ik heel blij van. Hoe zien jullie de toekomst en wat betekent dat voor jullie, voor het samenspel wat je te spelen hebt tussen beroepspraktijk en onderwijs? Als ik kijk naar hoe we nu in de minor bezig zijn, dan richten we ons nu heel erg op wie ben je als persoon, hoe wil je verder ontwikkelen in deze wereld waarin dingen veranderlijk zijn, in beroepen die gaan veranderen. En als je dan kijkt naar de wereld, dan weet je ook dat op dit moment een crisis gaande is, een klimaatcrisis. En ik heb het idee dat de lerarenopleiding waar wij nu werken, dat nog niet zo'n aandachtspunt is geweest. Terwijl we eigenlijk op een moment zijn gekomen dat we dat als onderdeel van ons werk moeten maken, denk ik. Want we zeiden eigenlijk net, je leidt op voor een leven vol werk en leven. En dat doen we in deze wereld. Dus wat mij betreft, en daar zou het lectoraat ook een rol in kunnen spelen, kunnen we samen gaan onderzoeken hoe je dat ook weer vanuit de houding van de vraag, zeg maar, en het verhaal, hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan. Mijn grote droom is denk ik dat leren voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Dus dat het een soort inclusieve leergemeenschap zou moeten zijn waar iedereen altijd en overal leert. En dat scholen in die zin ook openstaan en waar mensen gewoon naar binnen kunnen lopen om gewoon iets te leren. Ja. Op basis van wat relevant is voor onze samenleving. Of wat misschien wel relevant is voor datgene waar hij of zij gelukkig van wordt. En dan wordt de wereld mooier, denk ik. Ja. En nu hebben we alles nog wat meer systemisch ingericht. Dus we hebben ons hbo, we hebben het mbo. Maar mijn grote droom is een soort leerecosysteem waar iedereen gewoon
dingen kan halen en dat we wat meer afgaan van functies ook. En meer overgaan naar rollen waar iedereen bijdraagt en waar iedereen kansen krijgt.